We waren nog zo spannend aan het spelen, Marco en ik. We schelen elke keer maar echt een paar punten. Overgenomen en die zit daar te eten. Ik ga maar iets zachter zetten hoor, Sharon. Want ik moet wel echt gillen voor mijn leven. Vandaag hebben we niks op de planning staan. Dus ik ga nou echt doen wat ik elke keer zeg. Even weer orde op zaken krijgen. Ik heb best wel redelijk geslapen. Dus ik denk dat ik ook de energie ervoor heb vandaag. En Sharon zei al, ik ga je helpen. Want ze zei eigenlijk dat ik niks hoefde te doen vandaag. Dat gaat het hem niet worden. Maar met een beetje hulp en op komen we er wel. De rust is wederkeerd. Dus ik ga even rustig het eten opzetten. Of klaarzetten voor vanavond. Dat is altijd best veel werk. Wat gaan we eten? Bloemkoolschotel uit de oven. Ik heb er al een tijd niet op. En ik weet dat jij die altijd heel lekker vindt. Ja, de kat komt net van de bak. Of Sarah loopt te zeuren. Maar goed, we gaan bloemkoolschotel eten. En dat is echt heel veel werk altijd om klaar te maken. Dus ik ga nu vast de aardappeltjes en de bloemkool klaarzetten. Of ik ze vanavond alleen nog te koken. Wat? Wil je kleuterraadsels opnemen? Ja. Dat gaan we doen. Vind ik een heel goed idee. Zet ik dit klaar, gaan we dat doen? Je mag de aardappeltjes klaarmaken. Oh, mag ik dat van jou? Wat fijn. Alleen dat. Ben je er klaar voor? Ja. Heb je er zin in? Ja. Oké, let's do this. Kleuterraadsel staat er weer op. En Sarah gaat nu deze doen. Dit is de LOL Surprise Super Sequin Craft. Dan kan ze dus met... je hebt een stukje met verf. Dat moet je verven. Die was ik aan het klaarzetten voor haar. En dan heb je ook met LOL lijm. En met pailletten. En dan zeg maar de ogen en de kleding. Dat is met groen verven. En die andere is allemaal... Met de pailletjes erop zetten en zo je LOL maken. Dus dan loopt ze echt al elke keer om te zeuren. Maar ja, het kwam elke keer niet uit qua tijd. Want het werkt niet als je 5 of 10 minuten hebt. Dan moet je toch wel flink de tijd voor hebben om het af te maken. En nu kwam het wel uit. Dus. Stukje 1 van Sarah der verf knutselproject is afgerond. Dat ligt te drogen. En Marco is thuisgekomen. Die is wat aan het klussen. Maar kijk, Sarah denkt dat maakt herrie. Nee, hij is niet scherp. Nee, ik zie het. En het is heel donker. Even kijken. Dus die heeft oorloopjes ingedaan, want die vindt boren te hairy. Ja, het dat doet echt heel veel pijn hoor. Maar het is maar een accutol. Het is niet eens een boor. Het is een boor. Nou ja, het is eigenlijk een schroefapparaat gewoon. Dus zoveel hairy maakt het niet. Boren maakt pas echt hairy. Maar goed, Marco gaat zo koken en ik ga even backuppen. Dat wil ik echt gewoon door alles wat gebeurd is zo graag af hebben. En jij zit helemaal, zij zit in een kokonnetje op de bank. Hé, hey, deken, kom je aan een hoofd? Hé, je hebt een zwarte stip hier. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Maar goed, ik ga even mijn computer pakken en... Mama, wil je naast me blijven? Je kan daar zitten. Zal ik naast je dat gaan doen? Ja, daar. Heb je dan geen last van het geluid? Nou, je hebt toch je dopjes in. Ja. Ja. We waren een beetje laat met koken, dus eten staat nu nog in de oven en het duurt echt nog 40 minuten, denk ik. Dus we gaan Scrabble spelen. We hadden Sarah dat beloofd voor na het eten, maar we beginnen er gewoon mee voor het eten. En kijken wel, misschien doen we wel eten tijdens Mama, het spel. Mama, mag je het zo doen? Nou, je moet het niet zo hard draaien, schat. Dat is niet zo heel slim. Kijk, als ik zo draai. Ja, maar dat is toch niet handig, schat. Dan vliegen alle stenen van het bord. Ja, we hebben, want het komt van mijn oma af, zo'n draaiding voor onder het bord. Dat is ideaal natuurlijk als je wil spelen. Dat je het bord gewoon kan draaien. Maar Sarah heeft zoiets, oh leuk, dan kan ik een keihard laten draaien. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling ervan. Ik moet echt even kijken hoe het ook... Ik weet wel met de borden leggen hoe het werkt, maar voor de rest... Zo, je vader heeft een heel mooi woord. Wat dan? Action. Het is 3, 11, 12, 13 toch? Ja. Je mag er gelijk bij tellen.
wijst. Ja, mama moet echt kijken. Mama heeft helemaal... Ik kijk al niet. Oh, ik zie een woord. Kijk. Dus 3. Ik weet echt een woord. Dit is 6. 7, 8. 9. 10, 11. De rest? Ja, of zes. Ze er... 11. Welk weet jij dan? Ja, maar schat, dan zit het aan dit woord. Dus het is op zich wel een goed woord. Alleen, het klopt niet. Kijk hè, naar mijn schrijven. Ik zie een heel mooi woord. Die zou je hierboven kunnen leggen en dan ligt er hier. En dan is die 3 keer de letterwaarde. Dat is echt een heel mooi woord. Voor heel veel punten. Goed van groeten. Groetentaak. Ja, bijvoorbeeld. Dat is groeten. Leg hem maar hier. Kijk, en die, papa telt gelijk mee. Die telt 3 keer, dus dat is al 9 punten. 11. En dat is de O. Ja. Nee, andersom. Nou, hoeveel punten heeft Sarah dan, papa? 19 punten. Zo, dat is de hoogste woordscore tot nu toe. En dan mag je 4 dingetjes erbij pakken. Kijk eens. Papa gaat weer een heel mooi woord kunnen doen, volgens mij. Nou ja. Mama. Mooi genoeg. Oké, mama, kijk. Dons. Ja, ik ga wel met je meekijken, schat. Papa heeft dons gelegd nu. Dus 2 is dus 4, 5, 6, 8 keer 3 is 24. En wat staat hier? Ik heb ook een woord. Kijk. Wat staat hier? Papa. Papa. En dan pak ik ook 3 keer de woordwaarde. 4, 5, 8, 10, 30. 30 punten heb ik. Mama heeft een woord gelegd. Dan kan je dit achterleggen. Hier. Kleinheid. Dat is een hele goeie. Want dan krijg je ook nog eens 2 keer de woordwaarde. Gaan we kijken. Oeh, gaan we stellen. Kijk, wat was dit woord? Bresje. Wow. Dus, 6. Ja, dat was 3 keer. 2 keer bedoel ik. Ik heb er maar 2 weggedaan. 6, 8, 9, 11. 11, 15, 16, 32. 32 punten, Sarah. Wauw. Kijk hoe slecht er de letters. Ja, dat hoeft helemaal niet, schat, want het moet bij de rest ook passen. Nokkenbok. Kun je zien? Steenbeen. Ja, papa is ook een heel mooi woord. 6. Nee. 2, 4, 5. 6, 10, 10. 14, 15, 16. Hoeveel 16 keer 2 is 32. 32. Ik wil nog een punt hebben. Maar nou weet ik het niet. Dit is ook een woord, toch? Met de M erachter. Met de R sowieso. Zullen we het opzoeken? Je mag. Met de R sowieso. Nou, dat, met de R kan ik me ook niet voorstellen. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik kan me niet voorstellen. Helse. Helse. Helsterend. Letterlijk, mijn eerste resultaat helsterend. Staat in de lijst van scrabblewoordenboek.nl. Okay. Dus het is echt, het is ook echt mijn eerste resultaat wat ik erop krijg. Dus of het is toeval dat het vaak wordt opgezocht, of mijn telefoon heeft me zwaar afgeluisterd. Of ik dat ik scrabble aan het spelen ben. 18. Ik en ik. Jullie zijn samen verschrikkelijk met de fluiten, echt. Dons is een woord. Dons is een woord.
Dit lijkt een heel kort woord, maar die kan je hieronder leggen. En hier heb je twee keer de woordwaarde. En deze is al bijna geen slecht woord. We waren nog zo spannend aan het spelen, Marco en ik. We schelen elke keer maar echt een paar punten. Sarah heeft het al opgegeven en dat is het prima. Dus we hebben hem nu zo neergelegd. Sarah moet naar bed en dan kunnen we dadelijk nog even afspelen. Want, even kijken. Sarah die is blijven hangen op 203 punten. Ik sta op 256 en Marco 253. Dus dat kunnen we niet hebben. Dus het spel moet wel afgespeeld worden. Marco is aan de beurt, die is ook begonnen net. En daarna ben ik. Dus, en we hebben echt moeilijke letters voor me allebei. Dus, nou, ik heb gewonnen hoor. Helemaal blij, 6 punten. Dus moest even, het was echt zo'n gepuzzel en wat heel spannend. Ja, het is een spotje Scrabble, ik weet het, maar als je zo dicht bij elkaar staat en zo'n tijd speelt, dan wil je gewoon winnen. En dat is gelukt. We hadden vandaag zo'n lekkere bloemkooloverschotel en ik heb de restjes even opgewarmd als avondsnack, want ik vind dit altijd zo lekker. Ik doe dit wel heel vaak als we dit hebben. Ik maak heel vaak bakjes voor opa, maar dit eet ik ook heel vaak 's avonds gewoon als snack, omdat ik het zo... Zo lekker wind. Ik ben echt uitgeput vandaag. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, misschien ook wel. De afgelopen dagen ben ik gewoon elke keer heel erg moe. Dus ik ga gewoon op tijd alles opruimen. En zeker voor mijn doen op tijd naar bed. Ja, echt. De wonderen zijn soms de wereld niet uit. Alleen wil ik wel even echt alles nog opgeruimd hebben. Want vooral alles... Gewoon de boel aan kant. Want nou, de afgelopen tijd is het gewoon zo'n bende. En ik kan er heel slecht tegen. Ik word er altijd heel onrustig van. En ik wil echt weer dat er gewoon wat dat betreft orde in huis is. En ik vind altijd dat als je zeg maar alles een beetje aan kant hebt voor je naar bed gaat. Dat je gewoon veel... rustiger uit of wakker wordt, zeg maar, opstart. Die moet ik trouwens aan. Oh, die moet er nog bij. Maar ja, dan ga je gewoon met een veel leger hoofd begin je aan de dag, zeg maar. Vind ik. Het geeft echt wel rust. Dus, nou, meestal wel een kant. Bedankt voor het kijken en tot morgen.